Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met de temperaturen van Europa. Want daarop kunnen we goed zien waar de winter zich bevindt en ook waar die vooral niet is. En dat is namelijk in heel West- en Zuid-Europa. In het Alpengebied is het ook niet echt aan de koude kant. Voor echt koude lucht moeten we naar het noorden van Scandinavië. Daar wordt het vanmiddag in Lapland. Niet warmer dan zo'n min 15 à min 20 graden. In de nacht daalt het kwik soms zelfs tot min 40 graden of nog lager. Daar is het echt winterweer. Maar als ik het even in beweging zet, dan zien we per uur de temperatuur veranderen. Uiteraard zien we in de nacht het gebied met vorst toenemen. Maar overdag, ja, dan moeten we toch concluderen dat de kou niet echt onze kant op komt. Vanuit Scandinavië zie je het heel langzaam Rusland intrekken. Maar verder dan dat komt het niet. Er is nog geen aanvoer richting het westen van Europa. Kijken we op de wat langere termijn, dan begint het wel wat kouder te worden in onze omgeving. Maar van een echte winterinval is geen sprake. Nee, ons weer wordt bepaald door lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan. Die zorgen voor een zuidwestelijke wind. En in die windstroming zit veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Ook vandaag veel bewolking. Groot deel van de dag wat licht gespetter of droge omstandigheden. Maar later vanmiddag gaat het weer harder regenen. Ook vanavond, vooral in het westen, midden en noorden... Kletsnat. In het oosten en zuidoosten is het vaker droog. Dan valt hooguit wat motregen. Stevige wind erbij, 5 tot 7 op boven. De temperaturen gaan vanavond niet naar beneden, maar ze lopen op. Het is zo'n 7 tot 9 graden. Rond middernacht op een enkele plek 10 graden. En ook vannacht, dus hoge temperaturen van 8 tot 10 graden. Het regengebied blijft boven het westen, midden en noorden liggen. In het zuidoosten en oosten is het nog steeds niet helemaal droog. Maar uh, daar valt wel veel minder. Uiteindelijk kan er in het noorden en westen zon 20, misschien zelfs 30 mm vallen. Stormachtige wind uh, vannacht aan zee en ook morgenochtend vroeg. Tijdens de ochtendspits verwacht ik nog veel regen en een forse wind, zal dus een zeer drukke spits worden. De ochtend is nat, het regengebied begint dan wel in beweging te komen en in de middag wordt het uh, vanuit het westen en noorden langzaam droger. En als dat allemaal snel genoeg gaat, breekt nog heel even de zon door temperatuur is ochtends 8 tot 10 graden en als het smiddags dan droog wordt, wordt het 7 à 8 graden en dan begint de wind ook af te nemen. Morgen dus geen winterweer. Woensdag kunnen we misschien een vlokje natte sneeuw of hagel zien. Dan wordt de atmosfeer veel kouder. Neushoogte is het nog 5 à 6 graden, dus echt winters kunnen we het niet noemen. Er kan ook een klap onweer bij zitten en tussen al die buien door schijnt van tijd tot tijd de zon. De wind neemt wat af naar windkracht 5A6. Het is natuurlijk nog steeds een stevige wind, maar wel minder dan de afgelopen dagen. Donderdag neemt de wind weer toe, beter gezegd in de nacht van woensdag op donderdag al. Aan zee gaat het dan stormachtig waaien. En waarschijnlijk komt de enige tijd een zuiderstorm storm te staan, windkracht 9. Daarbij ook in het binnenland veel wind, misschien wel meer dan het afgelopen weekend. En de kans op een zware windstoten is ook groter. Zeer onstuimige donderdag, vooral in de nacht en ochtend. Temperaturen rond 8 graden. Vrijdag wordt het dan 6 graden, dan breekt wat vaker de zon door. En als we verder vooruit kijken, dan zien we dat de temperaturen verder dalen, maar dat de wisselvalligheid ook afneemt. Temperaturen gaan dus dalen, dat betekent dat de kans op nachtvorst ook toeneemt. In het weekend zelfs 70% kans in de nacht van zaterdag op zondag. En daarna zien we dat de kanspercentage zo tussen de 50 en 70% blijven liggen. De kans op echt winterweer zien we onderin. Daar zien we de kans op temperaturen onder het vriespunt, overdag. Nou, die kans is ongeveer 10% maximaal. Dus de kans op een winterinval is slechts 10%. Dan nog even voor de sneeuwliefhebbers de kans op sneeuw. Woensdag overmorgen, dus kans op een winterse bui. Dat zie je terug in die 33%. En daarna pas na het weekend weer kans op misschien wat sneeuw. Maar dan moeten we wel aan de koude kant van de lucht zitten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. En uh, hou de paraplu bij de hand.